Ik was net begonnen met het editen van de video van Petsotic en ik dacht van ik moet jullie nog iets vertellen. Want deze video zal niet zijn wat jullie gewoon zijn op mijn aquariumkanaal. Mijn kanaal die gericht is naar aquariums en vissen vooral dan. Maar deze video zal vooral gericht worden aan huisdieren. Want Petsotic was een huisdierenbeurs. Een hele leuke beurs. Geen grote beurs, maar een hele leuke beurs. Ik heb mij daar rot geamuseerd. Vooral met de dieren die ik heb gefilmd. Dat zullen jullie ook wel zien in de beelden die zullen volgen in deze video. We werden ook goed onthaald met onze stand Vuna door de organisatie en ook door de bezoeker die deze Amerikaanse, Noord-Amerikaanse koudwatervisjes wel al van gehoord hadden, maar nog niet gezien hadden in het echt en hoe kleurrijk ze wel kunnen zijn. Dat zien jullie ook in deze video, hoe kleurrijk ze echt wel kunnen zijn. Maar goed, ik ga jullie niet langer ophouden en laten we beginnen met de video. Goedemorgen. Zondag 8 september vandaag. Een nieuwe beurs, Petsotic in Roeselare. Een beurs die vooral gericht is naar veel soorten dieren, niet enkel naar vissen. We staan er ook met de stand van Vuna. Het is de bedoeling dat we met de stand van Vuna eigenlijk terug weer promotie gaan maken voor die mooie visjes uit Noord-Amerika. Om de mensen warm te maken voor deze mooie koudwatervissen. Goed, ik rij nu naar Roeselare. We staan met Vuna op de beurs van Petsotic. Het is een kleine beurs, maar vooral veel diversiteit in dieren. Fretten, paarden, geiten heb ik gezien, vogels, allerlei dingen voor honden en zo. Dus zeker de moeite waard om eens een bezoek te brengen. En zeker Vuna wordt er ook geapprecieerd op deze beurs. Dus ja, even nog verder kijken hier rond in deze video.
Zo, Petsotic is voorbij. Het is nu iets na 17 uur. Het is tijd voor ons om de stand op te ruimen. We zijn al druk bezig. Ik vond het een leuke beurs. Vooral een beurs met heel veel soorten dieren. Dus niet enkel vissen. Dat heb ik al verteld in het begin van deze video. En hebben jullie de beelden kunnen zien van alle dieren die wij hebben gezien. Ik heb me vooral geamuseerd met al de kleine hondjes en de andere diertjes. Zoals de chinchillas die ik heb gezien. Ik vond het wel aangenaam. Ook de mensen die onze stand kwamen bezoeken, waren ik ook wel verrast van de mooie vissen die er zijn. Of die er bestaan uit Noord-Amerika. We hebben de mensen terug kunnen warm maken aan de stand. En dat is uiteraard de bedoeling. Goed, ik ga deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Of vonden. Mocht dat zo zijn, doe dat zeker op dat duimpje. Vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie dan de volgende keer. Ciao.